Op ons en de toekomst. Klinkt goed. Wel in de ogen kijken als je klinkt, hè? Anders 7 jaar slechte seks. Oh, 7 jaar. Of het is beter dan geen, hè. Ting, ting. Fantastisch. Gelijk een engelke dat op je tong piest. Wat? Mablie? Ah, nee. Weet je wat? We doen de vriendschapsdronk. De wat? De vriendschapsdronk. We steken onze armen door elkaar en we klinken op eeuwige vriendschap. Eeuwig? Dat klinkt goed. Oei! Oh! Wacht. Pardon. Ik ga het wel even uitwassen. Niet weglopen, hè, gij? Tuurlijk niet. Je kent mij. Mij kunnen rekenen, dat weet je. Zijt je nu... Jij stopt er nu godverdomme alle twee mee, of ik... Dan bel ik super Nanny. Hallo. Iedereen is weer goed gezind, zie ik. En? Hoe is het geweest? Hebt gij hem alle kanten van de slaapkamer laten zien? Die stille types, die zijn meestal het ergst. Mijn Roland is ook zo'n beest. Ik denk niet dat wij dat mogen horen, tante Sophie. Ja, ga dan ergens anders zitten, hè, Eliasken. Nee, Elias, jij blijft aan tafel. En Sophie, er valt niets te vertellen, niets. Behalve dat Gabriel een man is. En alle mannen zijn smeerlap. Ik niet. Een man, loser. Hij is toch niet te vroeg? Hij is helemaal niet. In het restaurant was hij ineens weg en ik heb sindsdien niets niet meer van hem gehoord. Maar ik trek het mij niet aan, ze. Hij is weg, ik ben er vanaf. Ik wil hem nooit of te nooit niet meer zien. Groot gelijk, zus. Ander en beter. Gabriel? Nee, Michaël, de vervanger van Gabriel. Geen paniek, hè. Er wordt voor u gezorgd. Ah, en dit is Sophie, de zondige. Pardon? Jij zult nog verschieten later. Wacht eens even, de vervanger van Gabriel? Ja, hij heeft mij gevraagd om in te springen. Jij moet niet lijden omdat hij gefaald heeft. Hè? Dus jij weet waar hij is? Lotte, Elias, ik ben Michaël, de vervanger van Gabriel. Jullie hebben toch gebeden voor het eten, hoop ik? Gebeden? Maar ik wil Gabriel terug. Michaël, ik weet eigenlijk niet of ik wel een vervanger voor Gabriel... En trouwens, dat gaat niet met mijn stem. Gewoon zwijgen en de taal van de liefde spreken. Helmoet, wat heb je gedaan? Jij kunt toch geen mensen omtoveren? Nu wel, avondschool. Stop ermee! Als je Michaël verleid hebt, dus begin er maar aan. Maar ik kan niet verleiden, ik ben een engel. Zie mij hier staan. Wow. Goed, hè. Amai. Oké, genoeg getreuzeld. Go get him, babe. Da ja ra ra ra, la 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 la. Ah, Amanda. Ja, ik was hier juist een beetje aan het opruimen. Scheelt er iets? Jij zei zo weinig van zich. Ah ja, een beetje luid staan roepen zeker voor die mislukkeling van een Gabriel. Amanda, ik had u toch nog zo gewaarschuwd. By the way, ik ga die zondige attributen hier verbranden op uw terras. Ja? Pa. Ben jij mee bezig? Mij verleiden? Verleiden? Je bent precies moeder Teresa met Parkinson. Ja, ik heb gezegd dat ik dat niet kan, hè. Bon, zal ik een drietandje moeten bijsteken. Amanda, wat doe jij nu? Jij probeert mij toch niet te verleiden, hè? Kom aan. Alsof ik ben Gabriel niet, hè? Alhoewel. Je ziet er toch heel betoverend uit.